We're gonna win. Don't wanna be a loser, gonna win. Cause winning really is the only thing. Get out of the way, we're coming in. You wanna fight, you step inside the ring. Na de deceptie van 2002 begint FC Utrecht op 4 februari 2003 aan de volgende versie van het bekertoernooi. In de achtste finale neemt Utrecht het in de sneeuw op tegen de Graafschap. In Doetinchem hebben de mannen van trainer Fouke Boy het aanvankelijk erg moeilijk. Na de 2-0 van Damien Hertog lijkt het bekertoernooi van FC Utrecht ditmaal vroegtijdig te stranden. Maar een opleving van 7 minuten brengt Utrecht voorbij de Graafschap. We're gonna win. Forget about the draw, we're gonna score. And then we're gonna get a few more. Maybe another one is to the show. Langzaam maar zeker komt Utrecht in de ban van de beker. Een maand later staat de kwartfinale op het programma, op 4 maart tegen Excelsior. In de competitie liepen de eerdere twee confrontaties uit op een gelijkspel. Ditmaal is Utrecht de sterkere partij. Als Dave van den Berg er na ruim een half uur spelen 2-0 van maakt, is de wedstrijd gelopen. Excelsior deed nog wat terug via Buis, maar nog geen 2 minuten later gooit Aljen Schut de wedstrijd op slot. Utrecht zegeviert weer en staat in de halve finale van de Amstel Cup. In die halve finale treft Utrecht aanstaand landskampioen PSV. Maar één troost, de wedstrijd wordt in stadion Galgenwaard gespeeld en in Galgenwaard is alles mogelijk. Zij het niet dat Utrecht totaal niet in vorm is. In de competitie is de ploeg al een aantal weken de vorm kwijt. Zo verloren de mannen van trainer Fouke Boy van de Graafschap, AZ en Zwolle en speelden ze gelijk tegen Groningen en Willem II. Maar tegen PSV klopt plotseling alles. In de eerste helft speelt Utrecht voetbal zoals ze het nog niet eerder hebben gespeeld. We're gonna win. Forget about the draw, we're gonna score. And then we're gonna get a few more. PSV wordt met de rug tegen de muur gezet, maar bij de rust staat het maar 1-0. In de tweede helft wordt PSV wat sterker, maar Stefan Tange zet Utrecht op 2-0. Matteo Kessman, de topscorer, brengt PSV vervolgens nog even terug in de wedstrijd. Toch haalt Utrecht weliswaar met samengeknepen billen de eindstreep. Dit is een wedstrijd op zich, dit is alles of niet, dit is de dood of de gladiolen. Voor zo'n wedstrijd moet je bloed in je ogen hebben en daar is Utrecht absoluut de ploeg voor. En daar heeft Utrecht absoluut het publiek voor. En dan zie je dat er bijzondere krachten naar boven komen. Zwolle uit, dat zegt ons niet zoveel, maar geef ons Ajax, Feyenoord en PSV. En we ruiken bloed en ik denk dat we dat vandaag weer kunnen laten zien. Scoort een paar minuten voor tijd 1-1 en dan winnen we op penalties. Toch penalties? Ja, penalties. Dan hebben we lekker een lange dag, we gaan zeker winnen. Nee, dat gaat goed komen. Okay, 2-2. Net zo'n paar seizoenen geleden maakt Dirk Kuyt in de laatste minuut de 2-2 van. En in de verlenging scoort hij terug. Dus ook verlenging, hetzelfde als daar, alleen 2-2. Hij zegt 1-1. Dus 3-2 wordt het eigenlijk. Heb jij daar ideeën over? Ik denk 2-3 voor Utrecht. Uiteindelijk wordt het 1-0 in
de eerste helft van. Ja. Daar blijft het bij. Nou, wat mij betreft blijft het bij, ja. En ja, daar iedereen over. Utrecht wint met 2. Ik heb begrepen, één van jullie is voor Feyenoord, de ander voor Utrecht. Nee, dat was iets. Ja. En hoeveel denkt u dat het was? Utrecht wint, ondanks dat. Ja, Utrecht wint. Oh. Tenslotte zit ik in een bus vol met Utrecht supporters, dat kan niet anders. Niet op het verkeerde moment gaan juichen. Daar moet ik voor oppassen natuurlijk, dat ik dat niet doe. Klopt, ja. Utrecht gaat uiteraard winnen. Hoeveel? 3-0 denk ik. Nou, ik denk ook dat het goed is. Ik denk dat Utrecht gaat winnen. Ben ik wel zeker eigenlijk. Met hoeveel? 2-1 denk ik ook wel. 2-1. Dat is wel de meerderheid wat ik nu tel. Heilig van overtuigd. 5 minuten voor tijd maakt Dirk, die maakt 2-1. 2-1. Afgesproken of zo? Nee, maar als jullie allemaal rustig in de bus blijven zitten, is het het coolste en het makkelijkste voor ons om jullie snel te kunnen vertrekken. Met de beker. Mooi, hè? We gaan nog een paar van de beker. Hallo. Hallo, wij zijn Eén ding is zeker. Utrecht wint de beker. Utrecht wint de beker. Eén ding is zeker. Utrecht wint de beker. Zo, vuil hem even op, zichtzaggend. Creatieve katrol. En dan heb je een klapper. Oh, en een waaier. Dat kan goed. Dat is een bakje. Natuurlijk, hè. Dat duurt weer een jaar. Een jaar? Misschien wel 2 jaar. Maar volgend jaar maken we meer nat die berg in. Wie is je favoriete speler? Ja, toch Dirk Kuyten. Michael Mols eigenlijk. Die komt volgend jaar hopelijk weer terug. Maar nu is het Dirk. Kuyten. Oh. Ja. Jammer dat hij weggaat. Ja, precies. Maar Greven is ook wel mijn favoriet. En ik denk dat hij nog 1 wedstrijd er helemaal voor gaat. Wat vind je ervan dat Dirk Kuyt naar Feyenoord gaat? Hij heeft het wel verdiend, denk ik. Want er gaan veel meer goede spelers weg, hoe je zegt nu. En bij Feyenoord kan hij denk ik nog meer goed.